Van Velzen is eindelijk weer eens op bezoek en heeft heel mooi nieuws meegenomen. Sinds de laatste keer dat hij hier was, 3 jaar geleden alweer, is er alweer zoveel gebeurd. Het is gewoon niet te geloven. Bevrijdingsfestivals. Judas is hij geweest in The Passion. Daar is deze foto uit. Hij is kandidaat geweest op tv. Jurylid op tv. Holland Heinekenhuis heeft hij gedaan in Pyeongchang dit jaar nog. Hij is met de muziek van Queen aan de slag. Nou, we moeten gewoon aan dit gesprek beginnen, anders redden we het nooit. Welkom, Roel. Moeten we heel snel praten ook? Of hebben we... Nee, okay. Internet is groot. Er is heel veel ruimte, zeg ik altijd. Gelukkig, gelukkig. Dus rust in de tent. Denk je dat je me wilde ontvangen, Maarten? Ja, natuurlijk, want je hebt groot nieuws. En die stropdas verraadt het al een beetje, hè? Gaan we er al naartoe praten of wil je het toch even bewaren? Zullen we het spannend houden even? Oké, houden we dat even. Nog even onder de pet. Zullen we met Queen beginnen? Want dat is natuurlijk heel actueel. Ja. De film is net uit, Bohemian Rhapsody. En jij bent natuurlijk met Leo Blokhuis met de muziek aan de slag geweest. Ja, klopt. We hebben in het voorjaar een theatervoorstelling gemaakt. Lang gekoesterde wens van mij om iets met het Queen-oeuvre te doen. En ja, ik ben echt sinds mijn 13e groot fan. En ik heb met mijn manager eens in de maand een soort brainstorm van waar droom je nou van? En toen zei ik op een gegeven moment, nou, ik zou wel een keer Queen willen spelen in Carré. Dat lijkt me zo tof. En nou, toen gingen we erover praten. En, dat was een foto. Nou, dat is dus uiteindelijk gelukt. En toen dacht ik, het lijkt me leuk om, als Leo Blokhuis daar een rol in heeft. En dan ging ik met Leo over lunchen. En dat werd zo'n lange lunch en zo'n uitgebreid ding, dat we op een gegeven moment besloten, nou, we gaan die tour samen doen. Gaat gewoon doen. En dat hebben we gedaan. En in het voorjaar in 36 theaters door Nederland. En uiteindelijk belde Carré van, willen jullie ook bij ons komen spelen? Dus dat hebben we ook nog gedaan. Dus dat was, die kan ik afvinken. Die is er. En je hebt de film natuurlijk gezien. Er werd ook meteen aan jou natuurlijk ook gevraagd, wat vond je ervan door iedereen? En? Moeten we gaan? Je moet zeker gaan. Ja? Het is ook heel leuk om, om meer van de Queen geschiedenis te weten te komen. Heel veel mensen kennen liedjes. Sommige mensen zeggen dan, ja, ik ken er een stuk of 4, 5. En dan komen we dan naar buiten en zeggen, oké, ik ken er 20. Ja. En het ontstaan van die liedjes en hoe hebben ze elkaar leren kennen. En ook wel de worsteling van Freddie. Worsteling met zijn afkomst, met zijn seksualiteit. Met het grote succes, dat wordt heel tof verteld. En het is echt een mooi document geworden. Nice. Ja, dank voor de tip. Zelfs voor een fan als ik. Ik heb toch nog dingetjes geleerd. Ja, leuk. Het is 2 november vandaag. Ik weet van de vorige keer nog, jij houdt van getallen en data. Vanavond begint het 9e seizoen van The Voice of Holland. Juist. En, dat wordt met Little Kleine. Met Little Kleine voor het eerst. Ja. En er wordt natuurlijk in bijna elk interview met jou gezegd. Hè, jij hebt dat ooit bedacht met John de Mol. Maar goed, voor de mensen die het nog niet weten bij deze. Dat moet heerlijk zijn voor jou om te zien dat het al zo lang meegaat. En nog steeds bestaat. Ja. En een senior versie heeft gekregen. Ja, heel vet. Ja, en nog steeds... Ja, over de hele wereld ook gebeurt. En dat is zo surrealistisch om te bedenken dat wij... Dat was niet een opzet van, nou, nu gaan we het bedenken. Het was gewoon een gesprek wat we hadden. En daar ben ik nog steeds heel trots op. Ja. Dat. En het is heel tof. En een heleboel mensen kijken daarnaar, beleven daar plezier aan. Volg jij het nog heel erg? Ja, nou ja, het ligt een beetje aan... Ik ben vaak vrijdag niet thuis. Nee. Weet je, ik ben vrijdag aan het werk. Ja, vanavond wel. Dus ik ga wel even kijken hoe Little Kleine het ervan afbrengt. En wat hij zegt. En wat ik denk dat wel. Hij heeft wel dat rebelse recht door zee. Dus het is altijd leuk. Dat vind ik ook wel het sterke van de formule. Dat er nieuwe coaches in kunnen komen. En dus daar ben ik ook heel erg voor. Dus, ja, want het verloop is nu vrij groot. Hè? Het begon natuurlijk vrij... Je hebt 3 seizoenen gedaan. Ja, samen met Nick en Simon. Ook de eerste 3 seizoenen. En daarna kwam er wat meer relatie. Maar ik denk dat heel goed is. Dat is prima. Ja. Oké, okay, mooi. 3 jaar geleden miste je dat wel een beetje, hè? Is dat nog steeds zo? Is het meer of minder geworden? Hetzelfde. Okay. Ik vind... Je wilde toen heel graag nieuwe dingen gaan doen? Ja. Nee, en dat heb ik ook gedaan. De Voice is fantastisch, maar is ook een hele grote aanslag op je agenda. Het is gewoon alles overheersend. En als ik erin duik, dan weet ik ook dat ik het goed wil doen. Dat ik met mijn kandidaten wil gaan zitten en zo. Echt, het coachen, dat is geen... Nou. Dat is geen... dat gebeurt echt, zeg maar. Ja. Maar dat heb je niet helemaal losgelaten, want de Talent Project heb je natuurlijk gedaan. Hè? Tenminste. En dat is. Ja, dat zegt natuurlijk iedereen. We gaan het helemaal anders doen, een andere talentenjacht. Het leuke daarin vond ik echt dat. We niet riepen van we gaan een nieuwe wereldster proberen te ontdekken. Maar we gaan mensen helpen. Mensen die daar echt om de ontwikkeling. Wel willen zingen, maar nog niet echt kunnen. Of het nog nooit les hebben gehad. Of onzeker zijn. En eigenlijk waren Chantal en Caro en ik een soort. Ja, ik beschouw het als een soort helpdeskje. Ja. Dus we waren wel jury, maar we waren ook vooral... hoe kunnen we het beste helpen? En uiteindelijk gingen de coaches met ze aan de slag. Die overigens zo goed zijn dat ik nu met een aantal zelf ook zelf werk. Want ik dacht... Nice. Wij zaten daar zo naar die eerste beelden te kijken. We dachten, we wilden dit zelf ook. Ja. Al die aandacht en 100 dagen met je carrière bezig zijn. Met styling, met uitspraken, met kritisch naar liedjes kijken. Kritisch naar podiumpresentatie kijken. Dus zangles... Ja.
En dus, het is beloond, hè, door de kijker. Want het is tegenwoordig ook geen wet op RTL 4 dat je dan een enorme hit hebt. Nee. Maar dit heeft goed gescoord. Ja, dus daar is ook iedereen heel erg blij mee. En ik kijk er oprecht trots op terug. Het was een mooi avontuur. Zullen we nou toch die stropdas er maar eens bij halen? Ja, het is een... Vertel jezelf? Ja, doe maar. Ja, er komt een groot kerstmezing spektakel in Ahoy. Holland zingt kerst. En, ja. En daar ben ik, mag ik nu vertellen, onderdeel van de line-up. Ja, van. Natuurlijk. Want als er iemand een feestje kan bouwen, dan ben jij dat. Dan hoor jij het al bij. Ja, dank. Nee, dat vind ik ook echt leuk. En ik hou oprecht van kerst. Het lijkt wel alsof we dan ineens wel dingen kunnen zeggen die we de rest van het jaar niet durven zeggen. Van, we zijn graag bij elkaar. We dromen van vrede. Ja. We zijn er voor elkaar. We zijn samen. Dat is zo leuk om dat met kerst te kunnen doen. En met z'n allen te kunnen beleven. En ik ga er met mijn beentje zijn. En ze waren heel... ze wilden dat heel graag. En ze zeiden, kom maar met je eigen beentje. Verzin maar zelf een blokje wat je wil gaan doen. En dus... Maar dat wordt een vol podium, zeg. Als ik maar kijk wie er allemaal meedoet. Xander, Danny, Cilia, Litouwers, ja. Treintje. Ja. Goeiedag, zeg. Dwight, Anita Meijer. Ja. En er komt nog... Het is nog niet eens klaar, die hele line-up. Ja. Dus past dat wel allemaal op een avond, die 21ste december? Makkelijk. Jawel? Makkelijk. En iedereen zingt zijn favoriete kerstliedjes. En misschien komen er nog wel duetten en zo, je weet het niet. De grootste amazing kroeg, maar dan kerst wordt het. Ja, precies een amazing spektakel. En met natuurlijk lampjes en kerstbomen. Nou, dat mag ik hopen, zeg. He, dat ik vind het een beetje aangekleed leuk. Er zijn van die liedjes die kan je maar een paar keer per jaar spelen. Of een paar dagen per jaar maken ze sens. Ja. Heb je al bedacht wat je gaat spelen? Vast. Ik ben wel een heel eind met de setlist. En een paar rock-kerstklassiekers. Misschien wel liedjes van mezelf. Een beetje verkersten. Ik heb zelf twee en drie jaar geleden, dus ik heb twee keer 2 jaar achter elkaar een kerstliedje uitgebracht. Daar ga ik ook wel eentje van spelen. Mm-hmm. En dus dat is wel tof. Dat wordt fantastisch. Ja, daar heb ik zin in. Ja, dat kan ik me voorstellen. En ik vind het ook leuk, tenminste, je hoort niet zoveel meer dat Ahoy heel erg. Hè, Rotterdam, het is altijd maar Amsterdam, het is altijd de Ziggo Dome of Avans Live. En nou gaat het weer eens een keer daar gebeuren. Ja. Is dat voor jou als artiest, maakt dat nog wat uit? Of denk je, nou ja, het zal me wat? Nou, ik heb wel een mooie band met Ahoy. Ik bedoel, daar, de Vrienden van Amstel heb ik daar heel wat avonden al doorgebracht. Dus ik ken het goed en het is echt een fijne plek om daar muziek te maken en te staan. En ik kom uit Delft, dus als je vroeger naar concerten ging. Ja, dan is het. Mijn eerste concert was Paul McCartney in Ahoy. Ja, ja, je weet daar het. Daar ging je vroeger heen. Dus het heeft ook wel iets nostalgisch. En ik vind het nog steeds een fijne plek. Het wordt de tweede kerst zonder je vader, hè? 2 dagen geleden is het een jaar geleden dat hij is overleden. Ja, klopt. Hoe heb je dat afgelopen jaar beleefd? Ja, het is inderdaad 2 dagen geleden dat we met zijn vrienden en familieleden bij elkaar waren. Mooi. En het is natuurlijk bitterzoet. Bitter omdat hij het niet is. En dat je, je gaat dan even naar het graf toe en het is heel erg confronterend. Want hij is niet meer. Nee. En hij was je held, een voorbeeld. Precies. Muzikaal ook. Ja, dus dat is echt een groot gemis. En heel verdrietig voor iedereen. En het feit dat er het zoete gedeelte ervan is dat hij heel veel heeft nagelaten. Dus we hebben met de vrienden bij elkaar zijn vrienden en mijn familie bij elkaar gezeten afgelopen woensdag. En heel veel foto's doorgekeken. En ik had allerlei dingen meegenomen. Want hij was echt een maker. Dus hij schilderde, hij maakte muziek, heel veel fotografie, gedichten, liedjes. Wow. Dus ik heb heel veel dingen op tafel gegooid. En dan is hij er Kijk toch maar. Weer een beetje. Ja, wow. Dus het zal gek blijven, maar... Ja, op die manier is hij er nog een beetje. Hij heeft in ieder geval 2 hele leuke kleinkinderen. Hè? Ja. Wout en Boas, hoe staan mee? Het gaat heel goed. Jouw zoons, voor de duidelijkheid. Ja, ja. Het Wout en Boas gaat heel goed. En die missen hem ook. Maar die zijn ook een beetje de laatste tijd wat meer met muziek bezig. En, pakken ze het op? Want jij vertelde, weet ik nog, 3 jaar geleden... dat overal in huis bij jou slingeren instrumenten en liggen fluiten en trommels. Of hoe moet ik het voor me zien? Ja. Nou ja, ik heb een studio thuis. Dus, maar ik merk nu steeds vaker als ik niet thuis ben en dat ik dat ik terugkom en dat ik denk, hier is gespeeld. En hier kleurtjes op de piano en er zijn met schriftjes aan de gang. En een soort van noodschrift zelf wat ontwikkelen. En
Nou ja, maar het hoeft allemaal niet. Als ze het leuk vinden, is het natuurlijk super welkom. Maar ik zal er nooit met de zweep achter staan. Dat deed mijn vader ook niet. Dus, dat moet niet. Het mag. Ja. Ja, lijkt me heel gezond. Wat staat er verder op stapel? Want het Amazing Spektakel met Kerst, dat komt eraan. Maar ja, ik noem de introductie al allerlei dingen die je hebt gedaan. Zo gaat het natuurlijk verder met jou. Ja. Spelen er al dingen waar je iets over kan zeggen? TV-programma's of bijzondere muzikale projecten? Ik ben de afgelopen maand 2 keer een week in Stockholm geweest om liedjes te schrijven. Dus ik ben wel echt... Er komt wel heel veel nieuw materiaal aan. Dus dat is echt voor 2019 mijn grote doel. Single, album? Single, album, alles. Alles? Ja. En dan weer een tour? Ja, ik hoop het. Dat is natuurlijk altijd het leukste. En ik heb zulk leuk werk. Ik bedoel, liedjes schrijven en dan liedjes opnemen. Liedjes uitbrengen. En dan misschien een tour erachteraan. En dus dat is allemaal leuk. Dus ik heb heel gevarieerd werk. Ik zit nooit een dag doe ik hetzelfde eigenlijk. En hoe terecht is het dan dat jij straks hier in Ahoy staat? Het is je gegund. Dank. Ik wens je alvast heel veel plezier daar. Thanks, maar kom je een avondje kijken in Ahoy? Ho, 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 hoi. Zijn er nog kaarten dan? Er zijn ook kaarten. En anders regel ik voor jou een kaart. Ja, top. Cool. Thanks, man. Thanks. Thanks.